Oefentoets, hoofdstuk 3, energie, MAVO 3. Vraag 1. Fossiele brandstoffen worden onder andere voor het verwarmen van gebouwen gebruikt. Noem nog 2 toepassingen waar fossiele brandstoffen voor gebruikt worden. Vraag 2. Je ziet hier een elektriciteitscentrale. Leg in stappen de werking van de elektriciteitscentrale uit. Begin hier. Dan hier. Dan hier. En leg ook uit wat de condenser doet. 3a. Wat is de naam van onderstaand diagram? 3b. De afvalwarmte die ontstaat. Die kan via water in een rivier komen. Maar als dat water te warm is, dan moet dat eerst ergens afkoelen. In wat voor een toren gebeurt dit afkoelen? c. Noem een nuttige toepassing voor het gebruik van de afvalwarmte. Vier, reken om. Neem ze even over. 1 kilojoule is hoeveel joule? 200 joule is hoeveel kilojoule? 0,025 kilojoule is hoeveel joule? En 1 megajoule is hoeveel kilojoule? 5. Noem 4 duurzame energiebronnen. 5b. Leg uit wat het woord duurzaam nou precies betekent. 6. Leg uit waarom er hier een versnellingsbak wordt gebruikt in de windmolen met tandwielen. 6b. Wat is de functie van de generator? 6c. Noem 2 voordelen en 2 nadelen van windenergie. 7. Als je energiebronnen vergelijkt qua voor- en nadelen, let je op 4 punten. Noem deze 4. Eén voorbeeld heb ik al genoemd. Hoeveel kost de opgewekte elektrische energie? Noem dan nog 3. 8. Je ziet hier een zonnecollector. Leg uit waarom het paneel zwart is. Dus waarom is het paneel zwart van kleur? 8b. Waarom is er isolatie aangebracht onder het zonnepaneel? 8c. Wat is de functie van de warmtewisselaar? 8d. Waarvoor kan het verwarmde water gebruikt worden? 9. Gaat het voor biobrandstoffen? Je kunt biobrandstoffen zoals hout ook gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Leg uit waarom dit beter zou zijn voor het milieu dan bijvoorbeeld steenkool verbranden. 10. Op een zonnepaneel dat getest wordt valt 410 watt stralingsenergie. Het geleverde vermogen is 70 watt. Bereken het rendement van het geteste zonnepaneel. Schrijf een complete berekening op met formule. 11. Je ziet hier een waterkrachtcentrale in Nederland, in een rivier. Leg in 3 stappen uit hoe je elektriciteit wordt opgewekt. 12. Je ziet een stuwmeer. Leg met behulp van de formule voor EZ uit wat er gedaan kan worden om zoveel mogelijk energie op te wekken. 12b. Bereken de zwaarte-energie als er 10 kubieke meter water, uiteraard, over een hoogte van 60 meter naar onder stroomt. 13. Een emmer water met een massa van 10 kilogram heeft een zwaarte-energie van 400 joule. Op welke hoogte bevindt zich deze emmer? 14. Je ziet dat er een verband is tussen de uitstoot van koolstofdioxide en de temperatuurstijging. De temperatuur. Noem 3 nadelen van hoge temperaturen.
Dit is het einde van de toets.